Ik doe wel even bidden en dan beginnen we, ja? Ja, precies, of ik kruisje slaan. Oké, kom op, God. Ik bid nooit, maar vandaag bid ik. Kom op, oké, oogzicht? Yes. Oké, ik heb geklikt. Kom op, jongens. Het is een walkout. Oh, het ziet er heel lijp uit. In mijn ogen is dit gewoon iets heel goeds. Het is een Argentijnse vlag. Beste mensen, zijn we! Nieuwe Weekly Rewards. En ik ga ze niet alleen openen. Vandaag ben ik met onze grote vriend van Fortuna Sittard en top 100 speler, Renzo. Welkom. Yes. Thanks. Hey Renzo, gaan we iets goeds pakken vandaag? Nou, er is wel mogelijkheid om wat goeds te pakken natuurlijk. Team of the season, Suarez, Messi. Ah. Ja, wie is goed? Griezmann, Messi en Suarez. Ik heb ze hier een beetje in beeld al. Dat zijn wel de beste, denk ik. Ja, ben jij er natuurlijk. Dat is ook geen verkeerde, maar ja, ik heb zelf heb ik al een rode Messi, dus ik gun jou ook wel een rode Messi nu. Hè? Heb jij een rode Messi? 96 toch, heb ik ooit een keertje gekregen. Oh zo ja, maar oké, 99 is toch wel, ja. Ja, is wel iets grappiger. Iets grappiger, iets leuker, maar ik hoor heel veel mensen klagen over La Liga, Team of the Season. Ja, ik zie het zelf ook, het is minder dan, ja, natuurlijk Ronaldo had je vroeger erbij. Maar je hebt geen Bill, ja, wie heb je nog meer niet? Je hebt heel weinig topspelers. Geen Ramos. Ja, geen goede middenvelders ook echt. Hè? Dat valt me ook wel op sowieso. De hele Team of the Season nu ja, een beetje matig in het middenveld. Maar ja, goed, laten we het gewoon zien. We gaan het zien. Oké, we gaan eerst mijn rewards openen, omdat ik ja, ietsie lager heb gescoord dan jou. Ietsie. Huh? Ja, huh? Je hebt geen top 100 pas, kom op. Nee, ik haal niet zoals jou elke week top 100. Dat zit, PlayStation is gewoon moeilijker. Xbox, iedereen op Xbox altijd top 100 aan. Ja, hoor ik nu? PlayStation moeilijker? Ja. Nee man. Op Xbox, geloof me, je speelt zoveel meer tegen pros op Xbox, geloof me. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dan iedereen op PlayStation wisselen top 100 aan? Xbox zie ik alleen maar dezelfde. Ja, omdat toch wel, de playerbase is groter hè, op PlayStation. Ja. Dus je matchmaking is ja, goed, laten we erover ophouden. Oké, gaan we eerst even mijn rivals rewarden. Is die ook nog? Die gaan we ook open. Ja, als het goed is wel. Volgens mij rank 2 dan in divisie 1. Dus zo'n ultimate pack kan je dan geloof ik kiezen. Oké, jij mag zeggen waar gaan we voor kiezen. Wat zou je hiervoor gaan? Ik kies zelf altijd voor een tradables voor SBC's. Dus ja. Ja, dan vind ik dat ik dat ook moet doen. Ja, ik zou het gewoon doen. Ik weet niet of je nog een SBC gaat doen. Deze FIFA. Nou, ik ben daar heel slecht in. Gisteren ook. Ik heb daar geen aandacht. Of ik kan daar niet te lang naar kijken of zo. En dan flik ik gewoon bijvoorbeeld gewoon zieke spelers gewoon erin. En dan ben ik er helemaal klaar mee. Ja, maar, ik snap het. Ik ga niet om die paar duizend. Het duurt ook zo lang. Ach. Daarom duurt het zo lang. Oké, ik ga ze gewoon openen. En dan. Ja, deze staan trouwens lager in de ranking. Oh! Oh! Wat is dit dan? Oh! Is het iets veel belovends? Nee, denk ik niet. Ah ja, het kan ook Ronaldo zijn. Nee, Isco? Nee, David Silva. Kijk, ja. Dit is nou wel een kaart die is goed voor de SBC's, toch? Zeg maar. Die is goed voor de SBC's. Kijk, we beginnen goed, Renzo. Ik voel dat het vandaag zo'n dag is. Zijn dat ze een beetje aan het teasen nu al, toch? Zeg maar. Er komt nog wat aan. Er komt wat aan, in deze niet. Okay. Nee, helaas. Ja, weet je wat dat is? Ik bedoel, ik heb al redelijk wat video's ook natuurlijk met Koen opgenomen, maar mijn packluck, daar moet je het niet voor doen. Dus nee. Misschien ben jij nu eindelijk een keer degene die mijn packluck bezorgt. Nee man, echt totaal niet. Zeg maar, nee, ik ook niet. Dus top 100, altijd die inform packs echt waardeloos meestal. Dus. Dikke rewards. Wat heb je gehaald dan? Ja, ik ben bij Elite 3 gestopt. Elite 3, oké. Ik kon nog Elite 1 halen, maar ik was zondag, zou ik even vertellen, ik ben zondag de hele dag mee zwemmen. De hele dag in de zon gelegen. Toen nog uit eten gaan, toen kwam ik thuis, moest ik nog 17 potten. Ja, het was op een gegeven moment 2 uur straks, ik zat echt met mijn ogen tot aan mijn bureau, hing ik zo. Ik kon gewoon niet meer en ik kwam alleen maar lijpe lui tegen. Toen ging ik 23-3, toen dacht ik, jongen, het zal me allemaal worsten. Zo goed. Ik dacht, jij bent er toch bij in de video, dus dan, het gaat in deze video echt om jou, Renzo. Ja, precies. Je had die druk al bij mij gelegd, toch? Precies. Eigenlijk zouden we het vorige week doen, maar hey, je had toch wel wat top 100, dus volgende. Ja, we zouden eigenlijk vorige week eens opnemen, alleen ja, het was gewoon heel moeilijk en alles. En ik moest het even de setup goed testen. Nu is het perfect. Oké, Apex. Ja, we gaan het meemaken. Ik verwacht niks. Nou, meestal Elite 3 en zo zie ik altijd. Mensen sturen mij dingen, Go 2, Elite 3 en dan pakken ze de ziekste player picks. Dus ja. Daarom, jongen. Oké, ik doe bij de laatste mijn ogen dicht. Ja? Alright. Mag jij het een beetje vertellen of het iets leuks is? Oké, goed. Dus de eerste. Gaan we iets moois meemaken? Oh. Nou. We beginnen in ieder geval wel al bij een Barcelona spelen 2 keer. Precies.
Ja, deze heb ik gisteren dus in de SBC gehad. Van de La Liga. Steven. Ja. Dus, ja, dan moeten we voor Piqué gaan. Hey, oké, okay. Ja, Piqué 2. Ja, die Jane is wel echt een monster achterin. 90 pace, maar hij is volgens mij best klein. Ja, 1,76. Ja. Oké, okay. Ik kies gewoon voor de hoogste. Oké, okay, jongens. Sorla dus. Oog is dicht. Oog is dicht, dit wordt hem, hè. Dit wordt hem. Klikken. Zit er iets goeds in? Nee. Die build-up, ik dacht, ja maar, oh. Oh, wie is dit dan? Hermeso. Als je nu Jane had gekozen, kon je wel alsnog gaan zo'n kiezen. Ja, hij luistert niet naar me. Nee, deze gast heb ik ook dus ingereld gisteren in de SBC. Ja, wat moeten we nu doen? Ja, dan kies gewoon de hoogste. Wederom de hoogste, toch een beetje... Ik hoor heel het al van de volgende video. We maken R9 SBC, of ik weet niet. Misschien gaat hier wel iets leuks in zitten. We hebben nog... Oh, maar twee okay. Ultimate lane spelen. Ja, die gaan we niet eens openen. Nee, zit hier een walkout er? Niet eens! Jezus, wat gaat hier dan in zitten? Ja, weer een vorm. Nou ja, het is niet eens. Het is een 82 rate, het is. Oh. Wat is dit dan, jongens? Hey, is gewoon 2 uur werken, hè, minimaal. Ja. Tegen dit. Hey, jongen. Komt ie. Ik ga klikken. Ik doe mijn ogen weer dicht. Ik heb geklikt en ik hoop dat er iets goeds in gaat zitten. Natuurlijk een walkout. Het is een walkout. Wat voor vlag gaan we zien? Oh! Ik weet nu alweer dat het kut is. Wat is dit dan? Lijpe handen, dat wel? Ja, ik wil het zeggen toch? Dit is, 93, ja, er kan nog iets achter zitten. Nee, nee volgens mij echt totaal niet. Gewoon, ja. Hey, maar goed, als ik het heb, oké. Okay. Als jij het straks hebt, dan ga ik harder lachen. Ja, man, dan ga ik huilen. Ja. Dan loop ik gewoon weg als tijdens video. Ja? Goed. Oké, Rens, we gaan over naar jouw packs. Nou mensen, daar is het een en ander helaas een beetje misgegaan. Ik had dus blijkbaar niet gerecord met OBS, het systeem waar ik normaal mee record. Bij de camera van Renzo ging het een en ander mis. Dus mijn gedeelte is waarschijnlijk echt heel erg slecht als je dit net hebt gezien. Ik moet het nog editen op dit moment, maar het zal ongetwijfeld er niet uitzien. We zitten nu dus op het account van Renzo, met Renzo. Dit is jouw team op dit moment. Ja, matig. Die rest buiten, waar zet je die neer? Ja, ik dacht al dat je dat zou vragen. Kijk, ik speel met Cancelo op CDM en Gullit daarnaast. Okay. Ik heb zelfs de laatste keer dat ik de eerste van de wereld werd in Weekend League, toen speelde ik met Marcelo en Cancelo als CDM's. En geloof me, ik weet niet waarom, maar zij doen het echt beter dan de gemiddelde middenvelder. Vooral die Cancelo is echt een monster. Oh, je hebt er veel gespeeld ook. Ja, ik dacht gisteren dacht ik nog even van, ja, Division Rivals is ook wel leuk als we dan die ultimate packs hebben. Dus eventjes naar untradable. Untradable. Nog meer allemaal packs. Oh, okay. Ja, je mag ze openen, wat mij betreft. Zullen we ze gaan openen? Oké, laten we dan, deze ga ik niet openen. Deze kunnen we wel even openen. 25k packje of zo is dit. Precies, kijk maar. Ja. Nou, hij is super ziek natuurlijk wat er is. Oké, deze hebben we dan nog. We openen ze gewoon lekker, weet je. Ja, man. Wie weet, kijk. Goh, zo ziek, weer een walkout gewoon. Daarom, 2x84. Bij mij was het ook veel beloofd, het begin. Het werd iets minder in de loop. Oké. Okay. Deze dan. Kaartpakje. Nu moet het een walkout zijn, toch? Ja! Ja, echt nog? Het is er echt één. En het is een team of the season. Wat is er hier? Oh, wat de hel. Ja. Die heb ik gisteren wel ingereld voor 2 keer de SBC dus, die gast. Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht echt van wow. Maar oké, okay, wel team of the season. We beginnen lekker. Komt ie, je eerste 125k pack, toch? Ja. We gaan het zien. Bij mij kwam er niet eens borden. Het was niet eens een walkout, maar bij jou wel. Het zijn... Oh. Oké, dit kan van alles zijn dus. Maar nee. Koulibaly. Zijn broer, Koulibaly. Oké, 88. Okay. Zo. Hij is veel lomper of zo. Ik weet niet. Hij is niet meer de gullet die hij hiervoor was. En het is weer, een walkout. Het is ongelooflijk. Wat een walkout vandaag. Het is een inform. Een inform walkout? Zijn die daar? Hè? Geen idee. Wie is dit dan? Jezus, wat is dit dan? 86. Hij heeft wel grappige stats voor een rare 86 reden. Maar, oké. Okay. Wat zit hier dan nog achter? Hè?
Wat zit hier dan nog achter, is de vraag. Zo. Nog een inform, oké. Ze zijn gul de laatste dagen. Oké, we gaan naar jouw top 100, nummer 66 van de wereld. Tja, weet je wat pijnlijk is? Dat ik ook 66 van de wereld op competitive ranking sta, dus geen playoffs heb gehad. En dan zie ik nu weer 66. Ah nee, dat is wel heel ziek. Oh, dat doet wel pijn. Maar ben je 66? Oké, maar 60, maar ik Tony Kok dan was 61ste, hè? Dat ja nog, man, maar hij gaat het nog wel halen. Hij gaat het nog wel halen, geloof ik. Ja? Ja, er waarin is altijd dan? Wel iemand die ziek gaat worden of die geen visum krijgt of zo, die uit Brazilië of iets, die weet ik veel waar ze vandaan moeten komen. Ja, maar altijd wel één iemand. Vier playpickjes, dat valt mee. Vergeleken bij een 3. Dat verschil is wel echt heel klein. Ja man, ja, als je top 50 hebt, heb je er 5 natuurlijk, man. Ja, maar alsnog, Elite 3 dus. En jij dit, is maar één packie verschil. Eén ja, player packie. Ik zeg niks, zo meteen word ik nog geband. Hè? Ik zeg niks, zo meteen word ik nog geband. Als ik erover ga beginnen. Nee joh. Jongen, als je al mijn, kijk al mijn video's terug, hoe vaak ik EA al belachelijk heb gemaakt. Oké, Renzo, je mag zeggen bij welke je de ogen dicht wil doen. Ik begin denk ik gewoon met mijn ogen dicht. De eerste met je ogen dicht? Ja. Oké, wel echt je ogen dicht doen, hè? Ja, ik zou niet doen. Oké, ik ga ze nu openen. En de borden worden uitgeklapt. En het is... Oké, niet heel erg. Leuk, mag ik mijn ogen weer open doen? 2 goede keepers. Oblak, man. Dat is wel... Geen slecht begin, toch? Nee, zeker niet. Okay. Oblak is ook wel echt... In het echt vind ik hem ook echt de beste keeper van de wereld. Zeker. Heel vet. Oké, komt ie, jongen. Je tweede. Daar is die. Ja, doe nog maar een keeper. Weet je? Doe nog maar een keeper. Okay, ja, nog een keeper. Dus maakt ons het uit. Nog een keepertje, kan dat? Nee. Turkse keeper. Ja, okay, gewoon weer, toch? Gewoon weer Terstegen. Gewoon weer Terstegen. Komt ie dan nog een keer? Jezus, die hadden we... Nou, we hebben ze alle 3 gehad die we de eerste ronde zagen. Matigrit. Kom op jongens, waar is die rode Suárez? Waar is die rode Messi? Waar is die rode Griezmann? Waar is die rode... Ben Yedder, kom op! Ah, gadverdamme. Tradable, dat moet erbij gezegd worden. Tuurlijk, dus hier kunnen we geld verdienen. Hier kunnen we geld mee verdienen, maar niet in deze pack. Dus zou je zeggen, hè? Zou je zeggen. We klikken gewoon door. Het komt allemaal goed. Oké. Tweede 100k pakket. Kom op jongens. Een lekker walkoutje. Het is weer een walkout. Dat moet gezegd worden. Ja. Het is niet verkeerd. Het is een inform. Is het dan weer die Oekraïne? Ja. Huh? Wie zit dat dan? Oh, Renato Augusto. Kijk, goed. Komt-ie. Daar komt hij. Helaas. Ja, helaas. Dan moet helaas. Het toch gebeuren in dat laatste pakketje, jongen. Precies, ja, maar het komt altijd op het laatste pakketje uit. Dan komt die Argentijnse vlag ineens en dan is... Goh, dan gaan we schreeuwen. Ik doe wel even bidden en dan beginnen we, ja? Ja, precies. Even kruisje slaan. Oké, kom op, God. Ik bid nooit, maar vandaag bid ik. Kom op. Oké, ooggezicht? Yes. Oké, ik heb geklikt. Kom op, jongens. Het is een walkout. Oh, het ziet er heel lijp uit. In mijn ogen is dit gewoon iets heel goeds. Het is een Argentijnse vlag. Het is een rechtsbuiten. Het is Messi. What? Wat? Echt serieus? Nee! Nee, bro, ik zweer het! Het heeft gewerkt! God! Ik wist dat je er was! Maar waar ben je al die jaren geweest? Zo ziek, jongen! Zo ziek! What the fuck? Oh, dit maakt de video compleet, jongen! Wat? What the fuck? Oh, joh, hier kan alles ook nog gewoon achter zitten, boy, joh! What the fuck? Hey, ik wist het gewoon. Ik heb die 96 Messi al. Ik moet een Messi krijgen weer. Beste speler van de wereld. Maar ik zag het al toen die borden kwamen. Het was een soort oranje kleur of zo. Ik weet niet wat het was. Ik dacht van ja, dit moet iets goeds zijn. Hij zag weet je waarom? Maar kan het zo zijn dat je bij een 99 speler iets anders ziet dan weer een 95? Ik moet zeggen, ik heb die achtergronden nooit gezien. Dat oranje, weet je wel? Maar nu achter die... Het bord werd zeg maar, van zwart werd die een soort oranje in plaats van goud. Nee. Een soort donker oranje. Oké, doe maar nog even je ogen dicht, Rens, dan vertel ik je wat erachter zit. Ja, heb je ogen dicht? Ja, man. Kijk. Even bij adem komen, man. Oké. Ja, verder niks, maar, verder niks. Piqué nog. Maar okay. Goed, het gaat om de beste speler die we konden krijgen. Voor wat is die... Ja, ik weet niet, 3 miljoen of zo? Lekker zeg. 2.8.
Oh, mama. Zo, jongen. Zo ziek. Hier zit hoeveel miljoen en rewards is er vandaag geopend? 4, 5? Ik denk dat dit bij elkaar wel iets van 4 miljoen is. Sowieso. Ja. Dus met al die walkouts en zo erbij en tradables. 5 miljoen? 4, 5 miljoen of zo. Oké, 5 miljoen. Dat is wel echt iets heel lijps. Oké, dus allemaal behouden. Banega, transfer. Ja, die heb ik duplicate. Ben je mij eeuwig dankbaar? Ja, sowieso, toch? Dat moeten we vaker doen. Ik wou net zeggen. Nee, maar dat is echt ziek. Heel ziek. Dit is echt een zieke video, jongens. Oké, vond je dit nou een tof video? Like deze video sowieso. Abonneer op mijn kanaal, maar ook heel belangrijk. Renzo is een competitief FIFA-speler, maar hij is ook gewoon heel erg leuk bezig met YouTube. Volg hem sowieso even op zijn YouTube-kanaal. Wat is je YouTube-kanaal? Kan je het nog één keer uitspreken? Mijn YouTube-kanaal is gewoon mijn naam, Renzo Umbrausing. Achternaam is nogal lastig, maar tik gewoon Renzo in. FIFA, zoiets, dan kom je er vast bij. Of check even de link. Zeker, het staat hier in de omschrijving. Het staat misschien waarschijnlijk net ook in beeld. Volg hem sowieso. Hij is echt een leuke competitieve speler die ook voor volgend jaar veel gaat streamen en YouTube-uploads gaat doen. Dus volg hem zeker. Dit was hem. Tot de volgende video, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ciao, ciao. Bye, bye.